In Bergharen is het vandaag de Hippolytusdag. En er zijn ruiters van de Stichting CAP. Maar wat is dat eigenlijk, Stichting CAP? En wat is dat de Hippolytusdag? Kom, we gaan kijken. Op de Hippolytusdag, dat is heel bijzonder. Dan is Stichting CAP wordt dan uitgenodigd door hun. Zij hebben eigenlijk een wedstrijd voor hun eigen vereniging. Het is een vereniging voor mensen die eigen paarden hebben. En die doen dan de hele dag een sponsorspringwedstrijd voor Stichting CAP. En wat kom je vandaag doen? Vandaag kwam ik helpen om Stichting CAP goud te laten inzamelen. We zijn afgelopen donderdag getrouwd. En ook in de kerk. En in de kerk is het altijd gebruik dat je een collecte doet. We hebben gedacht, ja, waar doen we dat voor? Toen zeiden we, nou, laten we dat voor CAP doen. Dus hebben ze deze trommel voor Karen klaargemaakt. Die heeft achter in de kerk gestaan. En daar hebben de mensen uiteindelijk €261 in gedaan. We zijn op 21-3 getrouwd. En daar hebben we er 321 van gemaakt. 21 en 3, 321. Dus dit wilde ik allemaal aanbieden. Als gift aan CAP. Stichting CAP verzorgt aangepaste manegeactiviteiten. En die kunnen bestaan uit paardrijden, dat kan dagbesteding zijn, het kan een rit met de koets zijn, het kan een paard verzorgen zijn of huiswedrijden. Ren jij vaak bij Stichting CAP? Ja, iedere donderdag. Is het leuk? Ja. Er zijn zeker ook ruiters van de Winkelsteeg die vandaag meededen. En Nicole en Suus die hebben meegereden vanmorgen in de eerste groep. En die doen ook dagbesteding bij de Winkelsteeg op de manege. Waarom ben jij gaan paardrijden? Paarden zijn gewoon heel leuk en het is gewoon leuk om in draf met hen te gaan. Hou je veel van paarden? Ik rij al 21 jaar dus. 21 jaar? Ja. Hoe belangrijk is zo'n dag voor de deelnemers vanuit Plurijn? Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat je vandaag echt integratie ziet. De mensen van Plurijn die bij Stichting CAP komen, die hebben wat minder dat ze dat gewend zijn. En het mooie is dat die vandaag elkaar ontmoeten en samen aan zo'n wedstrijd mee kunnen doen. En ze vormen ook samen teams. Dus in ieder team zijn 4 of 5 mensen en die rijden allemaal op hun eigen niveau. Dus ieder op zijn eigen manier kan paardrijden. Iedereen verdient op zijn eigen manier punten. En al die punten worden per team opgeteld. En het team wat uiteindelijk het meeste punten heeft, die wint de dag. Hoe is deze dag voor jou? Leuk en gezellig en een beetje spannend. Hier blijven ze nog wel even doorrijden. Heb je nog iets leuks te vertellen of te melden? Mail het dan naar redactie@plurijn.nl en wij doen de rest.